Welkom, alle watermannen, aan de watermannen. Welkom hier bij jullie horoscoop voor juli 2012, voor de waterman. Of degene die planeten hebben in waterman, of de maan in waterman, of de ascendant in waterman. Wat staat er te gebeuren? Een heleboel goede dingen eigenlijk. Nog steeds voor de watermannen. Nog steeds de opportuniteiten die zijn er om meer plezier te hebben, om meer te communiceren, om betere ideeën te hebben. En hoe komt dat? Wel, er zijn twee planeten die in het negende huis transiteren. En het negende huis is het huis van het bredere denken, het huis van een metafysisch huis, een filosofisch huis, maar een huis waar onze ideeën vandaan komen. En de ideeën die eigenlijk gekoppeld zijn met ons hogere zelf. Saturnus die is al een hele tijd, ongeveer een jaar of twee, door dat negende huis aan het lopen. En Saturnus maakt dat zaken volwassener worden. Saturnus maakt dat bepaalde dingen zich gaan manifesteren. Dus, maar het brengt maar op het einde van zijn transit. Het is de planeet van de tijd, dus het heeft zijn tijd nodig. En Saturnus is nu bijna doorheen het teken van weegschaal, dus heeft een hele tijd doorheen jouw negende huis gelopen. Dat betekent dat nu beginnen de goede ideeën zich daadwerkelijk te manifesteren, op de goede gedachten die je hebt omtrent de zaken die je wilt doen. Tegelijkertijd, de ganse maand juli, gaat Mars vanaf de 4e juli, dus de ganse maand, door jouw negende huis lopen. Dus ook weer zeker als je student bent, is dat heel interessant. Dan ga je veel energie hebben om als je tweede zit zou hebben, bijvoorbeeld de maand juli, veel energie hebben om toch met je neus tussen de boeken te zitten. Niet tegenstaande bijvoorbeeld het prachtige weer in België of in Nederland. Dus dat is positief. En Mars die gaat wel een oppositie maken in het midden van de maand, een oppositie maken met Uranus en een vierkant met Pluto. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat er iets kan gebeuren dat een soort van verheldering kan maken, maar niet al te gemakkelijk, dus op een manier die niet alledaags is. Of ideeën waarvan misschien anderen zeggen van wat voor idee is dat nu? Maar je gaat het toch willen doen. En ik denk dat je ook zal gesteund worden om dat te doen, omdat Mars, die in dat negende huis loopt, tegelijkertijd een driehoek gaat vormen met Jupiter in je vijfde huis. En Mars, driehoek, Jupiter, dat is een heleboel zelfvertrouwen die je gaat krijgen. Dus het is positief om daar gebruik van te maken. Mars, driehoek, Jupiter in dat vijfde huis is de mogelijkheid om creatief te zijn. Zoals ik vorige maand al had gezegd, Jupiter en Venus zijn ook deze maand de ganse maand in het vijfde huis. Wat prachtig is. Ik denk, vele tekens zullen jaloers zijn op het feit dat Venus en Jupiter in het vijfde huis, dat zijn de twee benefics in het vijfde huis, het huis van plezier, het huis van de creativiteit, het huis van kinderen, het huis van de romantiek, het huis van de seksualiteit, het huis van hoe we ons uitdrukken. Dat is dan heel algemeen gezegd. Dus je gaat sowieso mogelijkheden hebben als je daar open voor staat om daar gebruik van te maken en om dat ook te doen. Terwijl het allemaal bezig is, gaat Mercurius, de planeet van het denken, van de communicatie, doorheen jouw zevende huis. En gedurende de ganse maand. En het gaat ook in het midden van de maand retrograde lopen. Dus dat betekent dat er je gaat dingen herbekijken. En welke dingen? Dingen die te maken hebben met relaties. Het zevende huis. Dus je gaat ook nadenken, omdat het in connectie staat met dat vijfde huis, het huis van plezier, het huis van de creativiteit. Je gaat nadenken hoe je met die andere persoon misschien meer plezier kan hebben. Je gaat, en de zon die gaat ook in het zevende huis, op het einde van de maand, doorheen jouw zevende huis. Dus je hebt de andere persoon nodig, ook voor jezelf te begrijpen. En je hebt ook de andere persoon nodig in je leven om zelf te weten wie jij bent. En het is een goede periode om op een goede manier te communiceren. Het is ook een goede periode om
om mensen te consulteren. Mercurius in het zevende huis. Opletten met contracten. Waarom opletten? Omdat Mercurius retrograde wil altijd zeggen een herbekijken. Dus moet je contracten tekenen, herlezen. Herlees vooral de kleine lettertjes en dan denk ik dat het wel in orde komt. Voilà, dat is voor de watermannen voor juli 2012. Ik wens jullie het allerbeste voor de maand juli. En mocht je in de buurt zijn van Mariakerke, dat is die ver van Gent. Ik zit gedurende 20 dagen verspreid over juli en augustus in het Parkcafé, waar ik readings geef. En tegen een heel schappelijke prijs. Dus als je in de buurt bent, kom even langs. Ik zal de link toevoegen wanneer ik daar zit. Wens je ook meer informatie te weten over Pluto-Uranus, over het aspect, het vierkant. Scroll even naar beneden op YouTube, op mijn channel. En dan zie je de video's wel in het Engels, maar heel interessante informatie over Pluto, vierkant Uranus. Wat dat betekent als dat vierkant of opposiet uw maan of uw Venus of Mercurius enzovoort. Voilà, bedankt voor het kijken en ik zie jullie terug volgende maand. Dag!